Goedemiddag Rotterdam. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Ensing. Het is vandaag woensdag en ik ben met Thibault op pad. Wachten. Want we gingen even naar het speeltuintje. We moeten ook uitkijken. Ja, kom maar. Dat er dus geen auto's aankomen naar de stoep. Want ze rijden hier nogal best hard. En dat vind ik wel zonde. Kom. Ja, ik weet dat je dat niet leuk vindt, maar... Ze rijden nu al gehad en we moeten wel even uitkijken, want we kwamen net bij het speeltuintje weg. Gaat het goed? Goed zo. Dus wij gaan nu op naar huis. Ik moet nog even wat huishoudelijke dingen doen. En dan ga ik denk ik nog even weg een cadeautje ophalen voor mijn oom. Die is helaas overleden, maar die is vandaag jarig. Dus nog even een bloemetje halen. Voor het avondeten. Ik ga pizza in de oven doen. Die had ik dus zo net opgehaald bij de Jumbo, want Timo wilde graag pizza. Nou, vooruit, ik ga pizza. Zo, hier neerzetten. Ik heb deze pizza, alleen niet op de was daar. Ik heb gewassen vandaag, maar deze pizza gaan wij eten vandaag. Ik heb jullie heel laag staan. Ik zet mijn oven op 200 graden, doe ik altijd. En ook de pizza's erin. Ik denk dat Björn ook zo thuis komt. Dus we gaan dadelijk de pizza's in de oven doen. Maar het was pizza dag en Thibault had goed geluisterd vandaag. Dus ik vond dat hij al pizza verdiende. En zo. Hier zit er een weg. Zit die in de oven, dan gaan we straks lekker pizza eten. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. Ik heb net even lekker mijn make-upje opgedaan. En Timo die komt de trap opgegaan, want die hoort mij vloggen. Ik moet zo even naar de apotheken. Ik moet even medicijnen ophalen voor mijn acne. Nu zie je dat niet zo heel erg. Kijk, op mijn kin. Het is nu een heel klein beetje minder, maar ik heb echt soms hele erge vlagen van acne. En tot zover dat het me ook echt gewoon pijn doet. Ik heb echt van alles geprobeerd, maar ik dacht, nu is het gewoon klaar. Ik ga naar de huisarts. Dus ik heb nu medicijnen gekregen. Kijk, als die wat doen, als die van niet wat doen en het blijft hetzelfde of komt het zo snel, weer heel snel terug, dan word ik doorgestuurd naar de dermatoloog. Maar eerst nu niet. Eerst gaan we even de medicijnen proberen. En, en ik moet even een deken voor Thibault halen. Thibault zegt toe aan een grotere deken. Of nu een grotere trekker. Hallo lieve, kom hier dan. Boe, baby. Ja. Hij, Mama moest even diezen. Hi. Hij is echt toe aan een grotere deken. Hij heeft nu een grote trekkerbed, een grote jongens. Ja. Jongensbed, hè? Ja. Dus wij gaan straks nog even naar de Action, even naar een grotere deken halen. Want hij heeft ook een grotere hoeslaken. En ja, dat is iets wat we straks even gaan doen. Waarom kijk je nou zo zielig? Nee. Dat is toch helemaal nergens voor nodig? Nee. Nee. En dus, ja, dat is wat we zo gaan doen. Het is echt een draakje. Ja. Dus, ja, vandaag weer een vlogdagje. Nou is het even klaar. Klaar. Nee. Vandaag is dus even een vlogdagje. Als je ziet, heb ik daar nog was staan. Dat ga ik zo mee naar beneden nemen. En morgen weet ik niet hoe het gaat met vloggen. Ik zou Björn even vragen als die wat wil vloggen. Maar die vergeet dat elke keer. Die zit er niet zo erg in als ik. Maar ik moet morgen weer werken. Dus ja, dan zit er een gat in het weekend. Als het zo is, dan is het zo. We hebben een maandag extra natuurlijk. Omdat maandag tweede paasdag is. Dus ja, ik viel die zaterdag wel op. Maar het zou leuk zijn als Björn wat dingetjes vlogt. Ik ga nu even de was draaien. Nou ja, ik ga niet de was draaien, want ik draai liever niet de was als ik weg ben. Maar ik ga Thibault wel even aankleden en dan gaan we zo even medicijn ophalen en een deken voor Thibault. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondagochtend. Het is eerste paasdag. En wat doe je vaak op eerste of tweede paasdag? Ligt er net aan. Het hoort er eigenlijk een beetje bij Pasen.
eitjes zoeken. Ik heb hier een mandje en ik heb wat chocolade eitjes en Spiderman eitjes erin gedaan met een verrassing erin voor Tibo. Dus die ga ik nu in onze tuin verstoppen. Ik laat jullie onze tuin. Kijk, dit is onze tuin. Hier kunnen we altijd lekker zitten. De konijntje staat daar. Sleemoed ook nog niet binnen. Dus dit is onze tuin, onze jacuzzi en ons stukje waar we zitten. Dus ja, ik ga even in onze tuin deze paaseitjes zoeken. Even zoeken, verstoppen. En dan kan Tibo die straks zoeken. Dus ik ga deze verstoppen. Mama hier een mandje. Ja? En met dat mandje. Oh, je moet hem wel vasthouden. Met dat mandje ga je paaseitjes zoeken. En als Tibo alle paaseitjes heeft gevonden, ja? Dan krijg je een grote prijs. Goed? Ga maar zoeken. Ga ze maar zoeken. Go. Go. Ja. Goed zoeken. Ga maar goed kijken. Zo. Grote prijs verdiend, hè? Want je hebt al, heb jij alles gevonden? Alle eitjes? Ja. Kijken. Ja, sorry. Heb je alles gevonden? Nee, ik heb er nog een. Nee. Oh. Nou ja, maakt niet uit. Weet je wat je hebt gewonnen? Ei.
Oh. Het is wel jouw geluksdag, hè? Zullen we ze even openmaken? Thank you. Hele goedemorgen, jongens. Ik moet nog even wakker worden. Het is tweede paasdag. Het is nu maandag. En, ik ga een beetje paasontbijt maken. En ik ga even croissantjes maken. Vanmiddag gaan we nog naar mijn ouders. Gaan we daar ook nog eten. Maar nu eerst even hier lekker een paasontbijtje. Gaan we beginnen met... We gaan hier beginnen met croissantjes rollen. Dus kijk mee hoe ik het ontbijt maak. Geweest. Mama kwam er gisteravond achter dat bier geen douchegel meer had. Dus ik dacht dat moet ik even op gaan halen. Dus dat heb ik net gedaan. Ik heb net heel even. Ik wil vanavond pasta carbonara maken met van die paas eitjes als pasta. Maar oh, sorry, wordt geschud. Maar ik had geen pasta carbonara. Of de saus er niet van. Dus ja, dan wordt het heel lastig om die pasta te maken. Dus heb ik nu even opgehaald. En vanmiddag gaan we naar mijn ouders toe. Dan gaan we daar lekker paas brunchen. Dat is iets wat ik niet veel. Omdat ik dat gewoon met mijn familie nog privé wil houden. Het is echt op onze familie gericht. En natuurlijk hoort het ook bij ons familieleven. Maar ja, dat is iets wat ik nog even voor onszelf hou. Dus daar ga ik voor de rest niet vloggen. Jullie hebben wel gezien dat we paaseitjes hebben gezocht gisteren. Ja, we zijn naar Assen geweest gisteren met mijn schoonouders. Ook paaseitjes gezocht. Wat gaan we nu doen? Ja, ik ga nu naar... Ja, we gaan dus nu naar mijn ouders. Vanmiddag dus naar mijn ouders. Ik weet ook niet of we daar nog paaseitjes gaan zoeken. Dat is nog even afwachten. Omdat het niet heel mooi weer is, helaas. Dus ik weet niet of dat nog wordt paaseitjes zoeken bij mijn ouders. Maar ja, dat moeten we even zien. Even kijken hoe de dag loopt. En eigenlijk is het gewoon een hele rustige dag. Morgen weer allemaal aan het werk. Nu even genieten van ons paasweekend. Ik hoop. Volgende week echt een korte werkweek. Morgen werken, dan ben ik weer een dagje vrij en dan doen we dag en dat is het. Dus ja, dat is mijn basis. Ja, stom hè, maar ja, of mijn werkweek. Ik ben helemaal in de war, jongens, ik ben nog niet wakker. Maar ja, alles is een beetje op een rustig tempo. Ik ben naar de action gegaan.
En nu op de terugweg, dus naar huis. We gaan even kijken wat de dag gaat brengen. Ik ben snot verkouden. Ik zal mijn neusspray even weer innemen. Ik ben altijd op de feestdagen ziek. Altijd. Maar, nou ja, oké. Maakt niet uit. Dus, ja, we gaan lekker op normaal leven. Kijk, straks nog even wat ik wil of niet kan vloggen. Maar, ja, ik ga nu lekker op weg naar huis. Ik heb nog even wat lekkers meegenomen. Manko. Ik zin om te eten, dus gaan we straks even eten. En dan gaan we gewoon lekker op ons dagje vervolgen. Dus, ik ga lekker op naar huis. Gaan ze nog een keer de paaseitjes stoppen, Thibaut? Is het gezellig bij opa en oma? Ja. Wachten, wachten, wachten. Wachten, wachten, wachten.